Bij veel mensen uit de gemeente Boksmeer is de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Boksmeer nog niet bekend. Anneke van Rijswijk, hoe lang bestaat de stichting al? Bijna 35 jaar. We zijn opgericht in 1979, in februari 1979. Dus zo lang bestaan we al. Hoe kan het dat bij veel mensen uit de gemeente Boksmeer niet bekend is? Dat weten wij eigenlijk ook niet zo goed, want wij hebben toch de indruk dat we best veel reclame maken. Maar wij denken dat het, het reclamespotje wat in de Boksmeerse krant staat misschien wat te klein is en daardoor niet meer gezien wordt. Dus vandaar dat we sinds kort overal een nieuwe verhaal neergezet hebben. Hoeveel aanvragen krijgt de stichting op dit moment op jaarbasis? Dat is per jaar wel eens verschillend, maar je moet uitgaan van tussen de 850 en 1000 aanvragen per jaar. Is dit altijd zo geweest of is hier toch wel een verschil in met 35 jaar geleden? 35 jaar geleden was ik er nog niet bij, dus dat weet ik niet zo goed. Toen was het wat gevarieerder als nu. Toen deed men wat meer andere activiteiten als tegenwoordig. Tegenwoordig is vervoer een van de hoofdzaken. Ik verwacht dat dat opgebouwd is, dus dat het met de jaren mee wat meer aanvragen zijn gekomen. En ja, het hoogste is ooit dat we 1000 aanvragen per jaar hadden. En om wat voor aanvragen gaat het dan? De laatste jaren gaat het vooral om aanvragen voor vervoer. En dat is dan naar de huisarts, naar het ziekenhuis, naar de pedicure, naar de huisdokter. Dat soort dingen worden het meest gevraagd. Omdat het ook meest aanvragen komen van oudere mensen die dus of geen familie hebben of niemand in de buurt hebben die voor hun kan rijden. Dus die maken het meeste gebruik van dit soort dingetjes. Want wie komt er in aanmerking voor deze hulp? Eigenlijk iedereen, maar wij merken heel duidelijk dat de ouderen het meeste gebruik ervan maken. En vooral mensen die alleen staan en geen partner of familie in de buurt hebben wonen. Het gaat dan ook om de hele gemeente Boksmeer, dus niet alleen het dorp Boksmeer, maar ook de kernen eromheen. Maken ook de kernen hier gebruik van? Duidelijk minder. Het meeste die er gebruik van maken is dus het dorp Boksmeer. En wij denken dat dat iets te maken heeft dat Boksmeer wat gemengder is van mensen van buitenaf als in de kleine dorpen. En wij verwachten ook dat in de dorpen echt nog meer een beetje de familie ofwel buren, zoals ze ook willen zeggen, normaalplicht is, als in het dorp Boksmeer zelf. Hoe ziet de organisatie eruit van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Boksmeer? Wordt er met vrijwilligers gewerkt? Het zijn allemaal vrijwilligers, van bestuur tot contactpersonen tot vrijwilligers die dus de diensten uitvoeren. Ja. Om hoeveel personen gaat het dan? Dan gaat het om 3, 6 en 24, 30 mensen. En hoe gaat zo'n aanvraag dan in zijn werk? Of ja, hoe gaat het balletje rollen? Het balletje gaat rollen als jij de weg weet en het telefoonnummer weet. Wij hebben het opgesplitst naar Huizen Loon en de Elsendonk hier in Boksmeer. Die kunnen iedere werkdag, dus 5 dagen per week, gebeld worden tussen 9 en 12 uur. De telefonisten nemen hun hulpvraag aan. En die weten ook dat de 3 contactpersonen die we hebben, die hebben hun eigen ochtend van dienst. Dus dat is bekend bij de bejaardenhuizen. Die bellen de contactpersoon, geven de aanvraag door. En deze gaat verder met de persoon die hulp nodig heeft. Dus die belt op, die vraagt hoe, wat, waar en ze naartoe moeten. En voort gaat hij dus een vrijwilliger zoeken die die dag, die ochtend of die middag op die tijd heeft om met name vervoer, zal ik het maar even noemen, om dat te regelen. Dan wordt een persoon teruggebeld en gezegd, nou, een kwartier voordat u bijvoorbeeld in het ziekenhuis moet zijn, is meneer Jansen bij u en die brengt u naar het ziekenhuis, die wacht op u, brengt u weer thuis en dan is het oké. Nog even voor alle duidelijkheid, het is op dit moment voornamelijk vervoer, maar het kan ook om andere dingen gaan. Kunt u nog wat andere dingen noemen? Ja, dat zijn kleine klusjes in huis en dan denken wij aan een stopcontact, een lamp, een televisie die het even niet goed doet, een plankje, een ergens een spijker inslaan. Daarnaast hebben we ook nog een paar mensen die boodschappen doen. Dus als jij ziek bent of het is heel slecht weer, dan merk je ook dat het veel drukker is. Dat er dan wel boodschappen in huis komen. Ja, dat zijn de dingen die het meest gedaan worden. Zijn er kosten aan verbonden voor de hulpvragen? Ja en nee. Als iemand op de fiets komt en die gaat voor jou een paar boodschappen doen, dan kost je dat niks. Als je dus vervoer wilt hebben, wel. Dan is het voor
Kerkdorp, Boksmeer, Zandbeek en Beuge is het uit en thuis €3,50 die de cliënt zelf moet betalen aan de chauffeur. Want uiteindelijk rijdt de auto niet op water. Dat is alles. Als men verder wil, wat ook wel eens gebeurt, niet zoveel, maar mensen moeten wel eens naar de Radboud in Nijmegen bijvoorbeeld. Nou, we hebben ook een paar chauffeurs die heel graag ver willen rijden, die dat heel fijn vinden om een lange rit te maken. Dan betalen de mensen 35 cent per kilometer. Nou, als ze dat goed vinden, oké, dan vinden wij wel iemand die dat voor hun